meisje. Klaas is 21 geworden en ik ben met Demi. En Demi is heel mooi nog even aan het opmaken. Multitasken. Het lukt niet. Het lukt dus. Kijk hier, heel lelijk het licht dan. Kijk, het lukt niet. Kijk, zie je dit? Ik ben al niet goed in mascara, normaal gesproken. En nu is het een ramp. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. Gotta catch up, it's you and me. I know it's my destiny, Pokémon. We zijn er bijna! Hey! Hey! Oh, kijk uit. Oh, Demi bijna aangereden. Zo. Gaan we springen. Oké, en door. Kijk, dat is de boot van Gert. De wereld vanuit mijn ogen. Een grapje toch? Nee, serieus. Kijk wie ik hier gevonden heb. Oh my god. Hoi. Wij hebben stiekem een binnendoorweg genomen. Undercover. We hebben geen bandjes, we hebben helemaal niks. Het is super donker. We zijn gewoon bij de normale entree. Nanne, Fredje, Lau, Kai en Bobby. Dit is een squad. Ja! Yeah. We zijn binnen. We zijn binnen en we gaan naar beneden. Er zijn echt 7000 kids op de weg. 7000? Jeetje. Let's go! Kijk! Eyes in the sky. Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let. Ik heb hier gewoon één van de Lisa Fan pagina's naast me staan. Superleuk, thank you. Melissa. Oh ja, Melissa. Dankjewel voor alle groetjes, alle Lisa fanpagina's. En heel veel groetjes en een hele dikke kus voor jullie. Nan heeft voor het eerst een swirl. Heerlijk. Ik heb nog steeds geen hapje genomen. Ik zit er zo. Geen hapje. Kiwi erbij. Oh, lekker. 1, 2. Oh, lekker. Ga lekker naar huis, jongens. Heerlijk. Lekker Amsterdam. Yes, topdag.
Goedemorgen, ik ben bij de tandarts. Alweer, ja, ik moest gaatjes vullen. Ik heb gewoon altijd gaatjes. En het zijn niet hele grote, maar het zijn gewoon altijd gaatjes. En de rest van mijn familie die poetst helemaal niet zo goed als ik. En die hebben nooit gaatjes. Dus, nou, dat is gewoon niet eerlijk. Maar goed, ik ben het dus wel gewend dat er af en toe in mijn kiezen geboord moet worden. Dus dat gaan we nu ook gewoon weer doen. En ik heb echt de liefste, leukste tandarts van de wereld. Dus wat dat betreft wordt het hartstikke gezellig. Niet dat ik veel kan zeggen, want ik moet alleen maar met mijn mond open liggen. Maar met een kleine verdoving voel je er helemaal niks van. Dus ach, we gaan het gewoon doen. Oh, trouwens, ik zag op Instagram dat heel veel mensen vroegen waar deze zonnebril van was. Nou jongens, die is gewoon van de Ethos. En hij was geloof ik echt 4 of 5 euro. Oké, daar zitten we dan in de tandartsstoel. En we gaan beginnen met de verdoving. Hè, Maarten? Ja. Oké. Gaan we heel voorzichtig doen. Ja. Ik wil jou geen pijn doen. Nee, maar je doet me eigenlijk nooit pijn. Goed zo. Dus we gaan even voorverdoven met een klein watje. Zo heet dit prikje. Ah, oh, wat lief. Ja, zeker weten. Nou, daar gaan we. Boven, hè? Boven. Ja. We gaan beginnen boven. En dan later geef ik je verdoving onder. Okay. Omdat we boven nogal een tijdje bezig zijn. En dan zou de verdoving uitgewerkt zijn onder. Oké. Okay. Stoel gaat achterover. Oh, here we go. Even kijken. Een zalfje. Mm-hmm. Wat met jezelf? Oké, daar komt de spuit, jongens. Heel voorzichtig. Vooral heel langzaam. Als je langzaam spuit, dan doet het geen pijn. Zo, niks van gevoeld, hè? Nee. Ik ga even naar de wasbak. Oh, ik ben al verdoofd. Mijn bovenkant is al verdoofd. We gaan een rubbertje aanleggen, kofferdag heet dat. Ja. En dan kunnen we heel mooi droog werken, zonder dat er allerlei viezigheid in je mond komt en het speeksel bij de nieuwe vullingen komt. Nou kan je het heel mooi droog, ja, dus er kan geen speeksel meer bij komen. Mm-hmm. Nou, een klein schildje, want anders gaat de vulling uitpuilen. En nou komt er een soort klemmetje. Zo. En die drukt eigenlijk dat bandje op zijn plaats. Dan doen we een klein laagje erin. Dat stampen we goed aan. Dat drukken we goed aan. Het moet even uitgehard worden, want al deze materialen zijn licht uithardend. Uitstekend. Hop. En weg ermee. Yay! Goed zo, dat is één. Mijn hele mond is verdoofd. Boven is helemaal verdoofd. En hieronder is verdoofd, want ik had best wel wat gaatjes. Dus we hebben boven, hier en hier moeten boren. Deze hele wang, ik voel helemaal niks van. En ik voel zelfs mijn neus. Mijn neus is ook verdoofd. Maar goed, eerst maar naar huis rijden. En even kijken hoe mijn verdoving eruit ziet over een uurtje. Of het dan al ietsjes weggezakt is. Maar goed, ik heb er niks van gevoeld. En ik lag eigenlijk best wel ontspannen in die stoel. Dus dat is echt wel fijn. Oké dan, let's go home. Met mijn verdoofde bek. We zijn hier in het Bergpaviljoen in Amersfoort voor Stichting Hulphond. Met allemaal meiden van Miss Nederland en Miss Nederland zelf natuurlijk, Jessie. Yay! En we gaan straks allemaal loten verkopen met alle missen. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Hulphond. Oh, Els wordt ook gezocht. Waar waren we gebleven? Meiden. Top, yay. Hebben we wat gewonnen?
Dat is Timo. Timo toch? Timo, dat is Timo. Timo. Oh, dit is Timo. Echt knap dat jullie dat allemaal zo op je nemen, al die zorgen. Ja. En pas hier voor de foto, moet allemaal ook. En de oplicht van deze avond. Als jullie het kijken, gaan jullie nog niet slapen. Maar ik ga heel lekker slapen nu.